Op 9 maart vond de eerste landelijke AJOS-dag van de module Palliatieve Zorg plaats. Het kwaliteitskader Palliatieve Zorg werd belicht door Romy de Jong, evenals het belang van de vierdimensionele benadering. Jolanda van de Velde belichtte de interculturele verschillen en ging in gesprek met de AJOS over hoe je hiermee als dokter dan om kan gaan. Dit werd een zeer levendig gesprek. We hebben hier focusgroeps van 6 mensen. Weet je wel, dat is een juiste ding. Dat is een belangrijk punt om te letten. En natuurlijk was er ook koffie met een koekje en een lekkere lunch, maar die staat niet op de film. Carlo Leget gaf uitleg over spirituele zorg. En hij illustreerde dit met een aantal zeer inspirerende voorbeelden. En de ochtend die werd afgesloten door longarts Chris Mooren, die de oorzaken van dyspneu in de palliatieve fase op een rij zette en ook de verschillende behandelmogelijkheden. In de middag waren er verschillende workshops waar de AJOS zich van tevoren voor konden opgeven. Zo ging Martine Busch met de AJOS in gesprek over complementaire zorg en ze deed met hen een ontspanningsoefening. Nico van der Leer en Joep van der Geer, allebei geestelijk verzorger, gingen zeer bevlogen met de AJOS dieper in op spirituele zorg, aan de hand van praktijksituaties die de AJOS zelf hadden meegenomen. In het ziekenhuis had hij daar antibiotica gekregen en daar had vervolgens allergische reactie op. En toen kwam hij terug en toen had hij jeuk, heel veel jeuk. Op deze landelijke AJOS-dag is er bewust voor gekozen om meer aandacht aan spirituele zorg te bieden, omdat het in de praktijk nogal eens onderbelicht blijft. En er was een workshop over het palliatief redeneren. Verpleegkundige Letitia Schillemans ging met de AJOS oefenen in deze methode die heel vaak gebruikt wordt in de palliatieve zorg. Na afloop van de dag waren de AJOS heel enthousiast. In de wandelgangen hoorde ik een topdag die voorbij vloog. En de dag is geëvalueerd met een hele dikke 8.